Welkom iedereen die aanwezig is hier op deze parallelsessie. Mijn naam is Bo van Doren en ik werk, ik ben een van de medewerkers bij Herita. En ik zal vandaag jullie moderator zijn tijdens deze sessie. En jullie hebben allemaal ingetuned op een sessie waarbij we ingaan op het gebruik van de Faro Erfgoed-app voor inclusieve doeleinden. Daar komt het eigenlijk op neer. We hebben vandaag twee sprekers. Onze eerste spreker is Gerry Gerrits. En hij zal ons meer vertellen over zijn eigen ervaringen als dove. Ook tijdens culturele bezoeken onder andere. En het tweede deel ligt dan eigenlijk vast. Het wordt verteld door Hilde van Himmelrijk. En zij zal het voorbeeld van de Universiteitsbibliotheek van Leuven aantonen hoe dat zij via de Erfgoed-app eigenlijk gebruik gemaakt hebben van een visiotour. En dat daarin geïntegreerd hebben eigenlijk. Hoe zal het van start gaan? De chat is open voor vragen. Ik zal die monitoren en die vragen worden twee keer tijdens deze sessie aan bod gekomen. Eén keer na het verhaal van Gerry en één keer na het verhaal van Hilde. Als jullie over dit evenement ook nog willen communiceren op sociale media, dan kan je onze hashtag OMC21 gebruiken. Dus voel je zeker vrij om dat te doen. En dan geef ik eigenlijk nu heel graag het woord aan de eerste spreker. Ik denk, Hilde, dat jij nog een kleine introductie zal doen en dan dat Gerry. Ja, dus we gaan ons kort nog eventjes voorstellen. Dus ik ben Hilde van Hemelrijk. Ik werk in de Universiteitsbibliotheek van KU Leuven en ik ben verantwoordelijk voor het onthaal en voor het bezoekersmanagement. Jullie niet. Michel moet haar microfoon nog even afzetten. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik ben doof. Ik werk hier in dit als gebouwbeheerder. Ik doe ook evenementen hier. Ik zit daarnaast ook nog in de adviesraad en ook in de Disability Film Festival. Ook het WFT, dat is de Werkgroep voor Fysieke Toegankelijkheid Leuven. Ook de adviesraad van Leuven zelf, van de stad Leuven wel te verstaan. Ik wil graag aan jullie uitleggen waarom ik het zo belangrijk vind dat gebouwen en zo toegankelijk gemaakt worden voor doven en slechthorenden. Vandaag is de eerste keer dat ik met deze tolk samenwerk, dus het is ook niet zo heel eenvoudig om steeds een tolk te vinden. Oké, ik ga hierbij mijn voorstelling afronden. Mijn naam is Michel, ik ben tolk Vlaamse gebarentaal voor Gerry vandaag. Dus zoals Bo daarnet al aanhaalde, we gaan eerst eventjes naar Gerry zijn getuigenis luisteren. Hij gaat vertellen hoe het eigenlijk is om als dove man het cultureel leven te ervaren. En daarna doe ik dan de presentatie, een PowerPoint-presentatie, over de manier eigenlijk waarop dat universiteitsbibliotheek de bestaande audiotour heel eenvoudig heeft omgezet naar een visiotour die bestemd is voor dove mensen die VGT-taal spreken, dus Vlaamse gebarentaal, International Sign Language, dus ook buitenlanders kunnen, dove buitenlanders kunnen naar de visiotour. Kunnen die bekijken en het is ook ondertiteld, zowel in het Nederlands als het Engels. Dus ik geef nu eventjes graag het woord aan Gerry. Ik vind het heel erg belangrijk dat er toegankelijkheid is voor de dove gemeenschap. Ik vind het heel erg interessant zelf om naar gebouwen te gaan kijken, om de toeristische geschiedenis van een stad te kennen of om een stad te bezoeken. Alles wat met de geschiedenis van een stad te maken heeft, dat vind ik heel erg interessant. Maar heel vaak bots ik toch wel tegen enkele dingen. Bijvoorbeeld verschillende musea, de toegankelijkheid daarin, de communicatie bij het onthaal. Ja, daar loopt het vaak al mis. Ik zie heel vaak audiofonen, koptelefonen,
dat lukt niet. Hè. TV-schermen met ondertitels, dat is toch best wel weinig. Ook de taal daarin is vaak te moeilijk. Hè. En zelfs de inkomen die ik moet betalen, ja, dat is niet altijd juist. Oké. Ook de tekst die hier vaak in muziek zo gebruikt wordt, is vaak academische tekst. Maar ik als doof persoon, of bijvoorbeeld Jan met de pet, de gewone mensen van de straat, die begrijpen die academische taal niet. Waarom worden die teksten allemaal op zo'n manier geschreven? Ik droom van een wereld waar toegankelijkheid gewoon standaard is. Hè? Dat ik naar gebarentaal kan kijken, de teksten kan begrijpen, alles wat ik bezoek kan begrijpen. Dat is echt een droom van mij. Ik weet natuurlijk dat Vlaamse gebarentaal is een echte taal. Hè? Die taal is erkend op 26 april 2006. Ja. In België is deze taal erkend. Toch zie ik gebarentaal heel weinig in het straatbeeld. En dat vind ik vreemd. Ik weet ook wel dat Vlaanderen 8000 doven heeft. Nee, sorry, in België. In België zijn er 8000 doven. Maar de slechthorende populatie, dat zijn er wel 1 miljoen. 1 miljoen. Dat betekent toch wel dat ongeveer 10% van de Belgische bevolking, wel te verstaan, ja, geen ondertitels heeft of geen gebarentaal heeft. Dat vind ik vreemd. Tot zover. Oké, dankjewel Gerrie voor je getuigenis. Hier kunnen al eventueel vragen zijn, maar ik zie nog geen vragen eigenlijk in de chat. Dus ik stel voor dat we eigenlijk meteen gaan naar u, Hilde, naar uw presentatie en de manier waarop dat, de problemen die Gerrie nu heeft uitgelegd, hoe dat de cultuurbeleving voor een dove persoon verbeterd kan worden. Ja. Dus in de universiteitsbibliotheek hebben wij al een aantal jaren, sinds 2016, de audiotour. Die wordt door heel veel mensen beluisterd. Tot vorige zomer hadden wij toestelletjes van een Nederlandse firma, GuideID. Maar dat waren eigenlijk toestelletjes waarop dat geen beeld was. En op geen enkele manier kregen wij aan die mensen eigenlijk verkocht dat dat voor dove mensen geen optie is. Dus wij zijn daarom overgeschakeld naar de Erfgoed-app. Dat wil zeggen dat mensen eigenlijk met hun eigen telefoon de rondleiding kunnen doen. En dat kan dus zowel een audiotour als een visiotour, omdat je op je eigen telefoon natuurlijk wel beeld hebt. Ik ga de presentatie openen. Naar het begin best. Dat is het begin. We gaan eerst eventjes kijken wat de erfgoedapp precies is. Daarna gaan we kijken hoe de erfgoedapp in de universiteitsbibliotheek is toegepast. En we gaan kijken hoe de Vlaamse gebarentaal en ISL, dus International Sign Language, in de erfgoedapp kan toegepast worden. De erfgoedapp is niet door ons ontwikkeld, nee, is door FARO ontwikkeld. En het is een instrument om mensen eigenlijk toegang te krijgen tot musea en daar heel veel uitleg bij te krijgen, gewoon met je eigen telefoon of met leentoestellen die je bij het onthaal kan verkrijgen. Het is ontwikkeld door FARO en het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid en met de technologie van de Universiteit van Lausanne, die verbonden is met het Zwitserse bedrijf Vidinotti. En het is in 2016 gelanceerd. De erfgoed-app is gekoppeld aan de erfgoedkaart. Als je de erfgoed-app downloadt, dan kan je naar de kaart kijken en kan je eigenlijk zien welke tours er in jouw buurt op dat moment zijn. Dat is eigenlijk heel handig. Je moet dus eigenlijk altijd wel zorgen dat je locatie opstaat dan op je gsm.
Dus je kan de kaart dan inzoomen en op die manier kijken welke tours er in jouw buurt zijn. Of je kan, zoals je links ziet, een lijstje krijgen en daar de juiste audiotour aanklikken. Ik benadruk echt dat de meeste, eigenlijk allemaal, dat het audiotours zijn en dat wij de enige zijn die een visiotour hebben samen met de Dove Meisjesschool in Gent. Die app is gratis te downloaden via Google Play of via de App Store. Bij ons werkt die via Bluetooth. Dat wil zeggen dat er binnen in het gebouw een soort van Bluetooth-zendertjes hangen, beacons. En je kan instellen op hoeveel meter die Bluetooth-scan werkt. Dus als de mensen in de buurt komen van zo'n beacon, dan gaat er eigenlijk informatie oppoppen in de app. Het gebeurt dus à la carte, dus als je daar niet wil bekijken, dan loop je gewoon voorbij en lees je of luister je niet naar de informatie of bekijk je de informatie niet. Wat er ook kan met die erfgoed-app, er is een speciaal deeltje augmented reality. Ik zal jullie eventjes een YouTube-filmpje daarvan tonen. Dat wil zeggen eigenlijk dat als je bijvoorbeeld een object scant, die mevrouw scant hier nu een beeldje, je kan daar dan op inzoomen en je kan bijvoorbeeld ook scratchen. Dus met je vinger over het manneke gaan en dan krijg je achterliggende informatie daarover. Of bijvoorbeeld van een schilderij krijg je de schets van het schilderij bijvoorbeeld. Dus op die manier kan je het eigenlijk nog interessanter maken en nog veel meer visualiseren. Ik ga eventjes dat YouTube-filmpje tonen. Dat wil zeggen dat ik daarvoor wel eventjes uit de presentatie moet. Nu heb ik... Oké. Ik ga eventjes terug naar de presentatie. Die is weg. Goed, moet ik wel eventjes verder scrollen terug. Dus dat was een beetje over augmented reality.
Bij ons in de universiteitsbibliotheek, we gaan kijken naar 2019, want zoals jullie weten, 2020 waren er amper bezoekers. Maar in 2019 werd de audiotour 28.000 keer gelopen bij ons. Dat is dus nog de audiotour met de guide ID, dus dat is nog niet met de erfgoed-app. Er zijn bij ons 10 stops en die geven jou uitleg, ofwel over objecten, over de geschiedenis, over de voorgevel bij ons. Dus het is een hele grote meerwaarde om op die manier ons gebouw te bezoeken. We hebben die momenteel beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans. En sinds juli 2020 zijn we dus overgestapt naar de erfgoed-app. En we hebben daar de Vlaamse gebarentaal aan toegevoegd en International Sign Language. Wat is er eigenlijk nodig? Onze audiotour, zoals gezegd, hebben we al een aantal jaren. Dus we hebben teksten in verschillende talen. Zoals Gerry daarnet heeft gezegd, VGT en ASL zijn erkende talen. Dat wil zeggen, met een gewone tekst kan een VGT-tolk of een VGT-vertaler niet zoveel doen. Dat wordt eigenlijk omgezet naar VGT-taal geschreven en dan wordt het in gebarentaal getolkt. De vrouw die jullie daar zien, heeft dat eigenlijk voor ons gedaan. Dus ze heeft onze teksten gekregen en ze heeft die helemaal omgezet naar VGT en dan in VGT-gebarentaal getolkt. Daarnaast vonden wij het ook heel belangrijk om ondertiteling te voorzien, zowel in het Nederlands als in het Engels. Dat is een meerwaarde, omdat niet alle dove mensen even goed zijn in VGT of in ASL. Dus het is heel belangrijk om daar ook aan te denken dat niet iedereen even goed is in talen. Dus we hebben het ook laten ondertitelen, zowel in het Nederlands als in het Engels. En daarnaast heb je natuurlijk de vertolker nodig van de gebarentaal, zowel in VGT als in ASL. Om het een beetje leuker te maken, hebben wij er ook een beetje animaties en design in gebracht. Dus in de universiteitsbibliotheek zelf is het niet zo heel gemakkelijk om je weg te vinden. Dus daar zit een beetje een soort van plannetje in hoe je moet lopen en dat is ook gevisualiseerd. Daar heeft de bureau eigenlijk waar wij mee hebben gewerkt, die hebben dat voor ons gedaan. Zij hebben ook de opname en de montage gedaan. De implementatie dan in de erfgoed-app, daar hebben wij dan zelf voor gezorgd. Dat is ook de bedoeling eigenlijk. En dat gebeurt via de erfgoed-app manager. Die is heel gebruikersvriendelijk. Die is ook heel uitgebreid. Een aantal maanden geleden is de do-it-yourself daarvan heel erg geüpdate. Dus dat is niet zo heel moeilijk om daarmee te werken. Er is niet zoveel aanbod van mensen die dit kunnen doen. Wij hebben samengewerkt met David Hay. Dat is een Engelsman, een dove man. En hij heeft dat project dus op zich genomen. Daarnaast is er ook Jorn Rijkaard. Die is ook doof en die kan eigenlijk hetzelfde leveren. Maar zonder ondertitels, denk ik. Ja. Nee, dat is niet mogelijk. Dat klopt. Nee. Dus je ziet hier eigenlijk al een fotootje van de Engelse versie links. En op de vorige slide zag je de Nederlandse. Wat het kost en hoeveel tijd je eraan spendeert, je moet rekenen op ongeveer 1500 euro per taal. Dus VGT is een taal en ASL is een taal. Bij ons heeft het 4 weken geduurd van het eerste gesprek tot de oplevering ervan. Wat hebben zij gedaan in die 4 weken? Ze hebben het vertaald en ondertiteld, 2500 woorden. Ze hebben de opname gedaan en ze hebben het gemonteerd. En alles is gewoon netjes afgeleverd in een WeTransfer file. En dan hebben wij het geïmplementeerd in de erfgoedmanager. Die is echt zeer gebruikersvriendelijk, zoals ik daarnet zei. En dan hebben wij de beacons opgehangen. Die kosten 40 euro per stuk. Als je weet dat je voor de gewone audiotour, waarbij je ook verschillende talen hebt, dan betaal je eigenlijk precies hetzelfde. Dus dat is ook ongeveer 1500 euro voor een taal. Wij werken met beacons. Je kan evengoed werken met QR-codes, dus dan is er die kost van 40 euro niet. En die beacons die kan je gewoon bestellen bij Faro.
Wat is de meerwaarde van de erfgoedapp? Er zijn heel veel mogelijkheden. Ze zijn veel uitgebreider dan de gewone podcatchers die wij vroeger hadden. Het is simpel. Wij hebben nu de erfgoedapp alleen maar toegepast in ons gebouw, maar het zou zo gemakkelijk zijn om die toe te passen in stadstours. Je moet maar gewoon op de erfgoedapp kijken naar een audiotour die in je buurt is, of een visiotour, hopelijk binnenkort, die in je buurt is. Je klikt erop, je downloadt de tour en je bent vertrokken. Iedereen met zijn eigen telefoon is in deze tijd natuurlijk ook belangrijk. Dus je moet geen toestelletjes aan je onthaal beginnen uitlenen of ontsmetten. Het gaat gewoon met je eigen telefoon. En de app is dynamisch en flexibel, wordt ook steeds meer uitgebreid. Het is gewoon heel gemakkelijk eigenlijk, die erfgoed-app. Daarnaast weten wij dat de Stad Leuven en ook KU Leuven ijveren voor inclusie. We zijn heel blij dat de komende Open Monumentendag dat het thema gaat zijn. En zoals Gerry daarnet ook zei, er zijn 1 miljoen slechthorenden in België. En die hebben eigenlijk evenveel recht op culturele ontwikkeling als de andere 10 miljoen Belgen. Intussen is de app al meer dan 81.000 keer gedownload. Zijn er 329 tours beschikbaar. Zijn er 715 beacons. En zijn er 849 organisaties mee bezig. Dus we hopen eigenlijk jullie te overtuigen van daar gewoon binnenkort ook gewoon de stap te zetten. En eigenlijk is dat op 1, 2, 3 klaar. Wij zijn er ook van verschoten hoe snel het klaar was. Ik zal het misschien eventjes kort toelichten. Gerry en ik in december van 2019 naar de voorstelling van de erfgoed-app in de Dove Meisjesschool van Gent geweest. Dat heeft bij mij voor een klik gezorgd, omdat ik daar de enige horende was in een dove gemeenschap. Dat was echt niet simpel. Ik dacht, ik hoop dat hier een vertaler is voor mij. En we hebben daar gewoon werk van gemaakt. We hebben David Hee gecontacteerd. En ik zeg het, op een maand tijd had hij dat geleverd, hebben wij dat geïmplementeerd. En in juli was dat draaiend. Als wij terug geopend zijn in juli, werkte alles gewoon perfect. Als jullie meer willen weten, je vindt alles op de site van de erfgoed-app, op de erfgoedkaart.be. En dan, wij zijn heel graag bereid om jullie te woord te staan. Dus hier zijn onze contactgegevens. En we willen graag weten of jullie nu nog verdere vragen hebben. Ja, dankjewel. Ik vroeg mij nog af, als je dus een visiotour uploadt in de Faro Erfgoed-app, staat er ergens dan een symbool aangeduid dat het specifiek gericht is op dove mensen? Of kan je dat pas weten komen wanneer je hem effectief downloadt en opent? Nee. Dus als je bij ons de Erfgoed-app hebt gedownload, je moet altijd de tour ook nog downloaden. Dus dan kijk je in de lijst. Automatisch staat dan de tour die dichtst bij jou is eerst in de lijst. En onze tour van de gewone audiotour heet Audiotour Universiteitsbibliotheek. En die voor de dove mensen heet Visioguide Universiteitsbibliotheek. En dan staat er tussen haakjes VGT achter. Ja, en bij jullie hebben we gebruik gemaakt van zowel VGT als ISL. Ja. Is dat noodzakelijk om dat altijd te doen als mensen daarin geïnteresseerd zijn? Of? De tour wordt eigenlijk gedownload in de taal van je telefoon. Dus bij dove mensen gaat dat zo goed als automatisch de videoguide zijn. Gerry wil ik iets aanvullen. Ja. Ik ga eventjes mijn microfoon uitzetten, want Gerry wil eventjes iets aanvullen. Bo vraagt of International Sign hetzelfde is als Vlaams Gebarentaal. Of ja, bijvoorbeeld wanneer ik naar Italië zou gaan. Hè? Ik kan geen Italiaanse gebarentaal, dat gaat aan mij voorbij. En International Sign Language, die kan ik wel begrijpen. Doven die naar een ander land gaan, ja, die nemen dan vaak de International Sign Language. Horen de mensen die op reis gaan, jullie
wanneer jullie moederopleiding zijn, ja, kiezen ook heel vaak voor het Engels, of bijna altijd voor het Engels. Hè. Dus het is een beetje een wereldtaal. Hè. International Sign Language is dat ook voor doven. Dat is een beetje de wereldtaal. Ja. Dat is interessanter om te gebruiken, hè, als de app dat ook aanbiedt. Dat is toch wel interessant, ja. Dankjewel. En ik wel daar juist dat de GSM zelf gaat zien, Hilde, in welke taal dat het is. Beschikken die dan over een soort van programma op de GSM? Of werken zij met een ander systeem op de GSM? Of is dat puur de herkenning van de tour? Wij bieden die tours aan in 5 talen, plus VGT plus ASL. Als er een Spanjaard komt, dan gaat hij automatisch in zijn lijstje de Spaanse versie van de tour zien. En de Engelse. Dan nog kan hij kiezen of hij de Engelse of de Spaanse downloadt. Als je toch een andere taal wilt, bijvoorbeeld je bent Franstalig, maar je wilt de Duitse proberen, dan kan je wel in je instellingen van de erfgoed-app gewoon de taal veranderen en dan ga je de Duitse kunnen downloaden. Dat is geen enkel probleem. Oké, dat werkt dan zo. En de beacons waar jullie over spraken, zijn dat eigenlijk, ik kende dat nog niet zo goed, zijn dat mooiere QR-codes, zijn dat plaatjes die bevestigd moeten worden, of hoe ziet zo'n beacon eruit? Ik kan dat misschien tonen op de site van de erfgoed-app. Wacht even. Dat wordt bevestigd in het gebouw zelf, of niet? Ja, dat zijn gewoon witte zendertjes. Dan kan ik er iets bij voorstellen. Ja, dat is gewoon een wit zendertje. Ja. Zo'n wit vierkantje. Een wit vierkantje van 4x4. Ja, zodat de GSM eigenlijk meteen de juiste toer afspeelt, vermoed ik. Nee. De juiste stop. De juiste stop. Ja, de juiste informatie eigenlijk, ja. Ik vroeg me dan ook nog af. Er is dan een tour die speciaal gemaakt wordt voor dove mensen. Maar hoe communiceer je? Hoe zorg je ervoor dat wat dat jullie gedaan hebben, dat dat bij de juiste mensen terechtkomt? Ja, dat is een probleem. Allee, een probleem. Ik bedoel, daar zit corona voor iets tussen. Wij wilden dat graag met veel trompetgeschal, die ze dan wel niet kunnen horen, maar toch met trompetgeschal aankondigen dat wij nu ook zo'n visietour hebben. En we willen graag tegen Open Monumentendag dat wel officieel gelanceerd hebben in samenwerking met Doof Vlaanderen, met VGT Tolkenscholen, de dove clubs aanschrijven. We hebben dat eigenlijk nog niet kunnen doen, omdat we geen groepsbezoeken mochten doen. Dus als dove clubs in een groep willen komen, was dat eigenlijk al een probleem tot nu toe. Dus ja, we hopen eigenlijk tegen september dat we dat eigenlijk eindelijk officieel kunnen lanceren. En als u spreekt over dove clubs, ik stel me voor dat het interessant kan zijn voor de aanwezigen hier in deze sessie, dat zij ook daar een lijst van hebben. Kan dat ergens online gevonden worden met e-mailadressen waar je dan naartoe kan sturen dat uw museum of uw gebouw over zo'n tour beheert? Gerry heeft al die contacten. Gerry heeft alle contacten en de Doof Vlaanderen heeft ook al die contacten. Maar ik denk dat Gerry eventjes iets wil toevoegen. Ja, klopt. Ja. Doof Vlaanderen. Wacht. Ja, is het oké? Ja. Eén contactpersoon eigenlijk heb je maar nodig. Doof Vlaanderen. Hè? Zij hebben alle het e-mailadres is info@doofvlaanderen. Sorry, tolk herhaal. info@doof.vlaanderen.be. Nee, niet doof.vlaanderen. Dat is het. Geen .be. Sorry, tolkfout. Dat is de contactpersoon die je moet hebben. Doof Vlaanderen kan jullie dan doorverwijzen naar de verschillende dove clubs of naar bijvoorbeeld Doof Actie. Hè? Dat is een groep die verantwoordelijk is voor het lobbyen van alles wat erfgoed en geschiedenis te maken heeft. Dus die groep kan jullie dan verder helpen. En zij hebben elk hun contactpersoon. Oké. En is het zo dat de informatie waar dat... bijvoorbeeld dove programma's of aangepaste culturele activiteiten voor dove mensen. Even van inzetten, want onze klank stond nog niet regelboos, sorry.
Is het goed? Ja. Wel, ik vroeg me eigenlijk af waar dat dan Gerry eigenlijk gaat kijken, op welke website dat gebundeld is, alle culturele activiteiten voor dove mensen. Is dat op Doof Vlaanderen ook waar dat je zelf als dove persoon naartoe gaat? Of is dat in Uit Vlaanderen? Of hoe ga je op zoek naar die activiteiten? Het meest eenvoudige is eigenlijk wanneer je de informatie vraagt, wanneer je gaat naar info@doof.vlaanderen. Daar, zij hebben al informatie. Hè. Ze kunnen alle informatie aan jullie doorgeven, ook wanneer de activiteiten doorgaan van alle specifieke clubs of groepen eigenlijk. Ook wil ik jullie graag een beetje verwittigen. Als iemand deze app graag maakt, Doof Vlaanderen, die heeft een dienst die video's en onderdeels in Vlaamse Baartaal, de Sign Language, maakt. Hè. Dan kan er een mooie samenwerking zijn tussen alle belangrijke partijen eigenlijk. Ja, oké, okay, uw klank was even niet zo heel zuiver. Ja, de klank was even niet zo heel zuiver, maar ik vermoed dat... Allez, ik heb het wel nog goed, redelijk goed kunnen verstaan. Ik zie dat er ook nog een vraag in de... Dus er was een vraag in de chat van Wim, die dus vroeg welke organisaties, waar kunnen we mee samenwerken, hoe dat we doven en slechthorenden betrekken. En dan eigenlijk hebben we hier het antwoord al gekregen dat dat toch wel Doof Vlaanderen is, waar dat iedereen naartoe moet gaan voor alle informatie. En ik vermoed dat als de mensen in de chat nog vragen hebben voor Gerry of Hilde, dat jullie e-mailadressen en dergelijke, dat die ook wel jullie vrij aanspreekbaar zijn, vermoed ik. Ik zal mijn mailadres in de chat zetten. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dan zie ik voor de rest geen vragen meer in de chat. Ik heb een vraag voor de mensen die aan het luisteren en aan het kijken zijn. Waarom hebben jullie voor deze sessie gekozen? Hadden jullie er zelf aan gedacht om zoiets op te zetten? Ik vraag dat gewoon omdat wij echt jullie ervan willen overtuigen dat het echt heel gemakkelijk is. Je moet er gewoon een keer... eventjes aanzetten en dan gaat het eigenlijk heel snel vooruit. Dus mijn vraag is eigenlijk aan jullie, waarom dat jullie je voor deze sessie hadden ingeschreven? Ik kan zeker de mensen in de chat ook in beeld brengen. Dus als er iemand zijn ervaring in de chat wil delen, dan kan ik die persoon hier even aan het woord laten. Dus laat maar weten in de chat... of er iemand zijn ervaring wil delen. En wat is een virtueel museum? Is dat dan een museum dat alleen online te zien is? Ja. Ja, ik heb een aantal mensen uitgenodigd. Invite a video call. Normaal gezien... Ofwel, ik kan het denk ik hier aanpassen. Nee. Ja. Zo. Ik denk dat ik Wim heb toegevoegd. Ja, dag Wim. Ja, goedemiddag, dankjewel. Misschien heel erg over dat nieuwe initiatief. Is effectief een museum dat volledig online zal bestaan. Dus het belang van dit onderwerp is daar zo mogelijk
nog groter in dan in een fysieke omgeving waar er misschien hulp voorhanden is. Dus ik wil, ja, omdat we ook van een leeg blad vertrekken, ja, de mogelijkheid gebruiken om die aanpak die je hier ook gevolgd hebt, om die er van het begin in te voorzien, dat dat een vast onderdeel wordt van alle erfgoedelementen die we zouden opnemen in dat nieuwe museum. Dus het was ook heel boeiend om te zien dat je meneer Gerrits erbij betrekt. Dat zouden we dan ook meteen als een onderdeel van de werkwijze willen voorzien. Ja, dus echt een hele boeiende sessie en heel concreet. Waarvoor nog eens dank. Wim, dankjewel. Mag je de telefoon terug misschien uitzetten? Ja. Ik zie ook nog dat Sophie in de chat iets heeft gezet, namelijk dat zij met Monumentenwacht Vlaams-Brabant een architectuurwandeling organiseren in Kesselo. Maar het was dus voor hen niet duidelijk hoe groot de drempel zou zijn om dit waar te maken. Maar ik vermoed dat jullie wel kunnen beamen dat er zit een opstartkost bij en er zit wat werk op voorhand bij om die teksten te laten vertalen. Maar eenmaal dat het er is, is denk ik de stap heel klein om mensen te inviteren om deel te nemen aan de visiotour, denk ik. En Sophie, Kesselo is vlakbij. Ik nodig jou uit om gewoon eens eventjes langs te komen. Ik kan jou daar gewoon ter plaatse eventjes tonen. Hè? Dat is geen enkel probleem. Ik wil jou ook die erfgoedmanager of zo eventjes tonen, gewoon om uit te leggen. Het is goed. Ja, ik werk bijna elke dag hier in Leuven, in de universiteitsbibliotheek. Dus alleen op woensdag niet. Dus gewoon eventjes mailen of bellen is geen enkel probleem. En hebben jullie eigenlijk veel ondersteuning gekregen van de Faro Erfgoed-app zelf, als er iets fout liep? Ja. We hebben daar heel de tijd contact mee gehad. Ja. Ik moet zeggen, die do-it-yourself is heel goed verbeterd. Dus we hebben daar vorig jaar in april ze hebben daarmee begonnen. Ik weet niet meer wanneer, maar ze hebben die website aangepast en eigenlijk staat alles niet op wat wij toen gevraagd hadden. Als iets niet duidelijk was, dan staat eigenlijk nu allemaal die pagina. Ja. Oké, dat is goed nieuws. Ja. Ik zie ook nog dat Lucrèce Gerin zegt dat ze bij de dienst toerisme nadenken hoe dat we rondleidingen toegankelijker maken voor doven en blinden. Ik weet dat ik met Lucrèce ook nog contact had gehad voor Open Monumentendag. En ik denk wel dat jullie sessie hier zeer hands-on was. En ja, zoals Wim naar Reuzen al zei, zeer praktisch om meteen aan de slag te kunnen. Jullie PowerPoint zal ook achteraf nog gedeeld worden met iedereen hier aanwezig. En ik denk dat daarin de stappen heel mooi en duidelijk staan aangeduid. Dat je eraan kan beginnen. Het is echt ideaal om een rondleiding in een stad te geven. We zijn daar echt van overtuigd. De mensen zijn eigenlijk, zeker door die corona, nu gewoon om dingen met hun telefoon te doen. Hè? Dus een app downloaden, dat doet iedereen eigenlijk nu. Dus je moet gewoon zorgen dat je de app hebt en zorgen dat je eventjes 4G hebt om de tour te downloaden. Maar vanaf dan is het eigenlijk, ja, lopend, hè. En is het ook een handige app voor de gebruiker? Omdat vaak oudere gebruikers met het scannen van QR-codes en gebruik van de app toch wat moeite hebben. Ja, dus bij oudere gebruikers, ja, je moet het altijd aan het onthaal leggen. Wij dan wel echt ook stapje voor stapje uit. We hebben ook een stappenplannetje eigenlijk dat ze kunnen bekijken. Dat lukt wel, hoor. Ja, zeker in de keer dat het geïnstalleerd is, lukt het zeker. En ook die app is dus echt niet gebouwgebonden. Dus het is echt interessant in heel Vlaanderen en in Brussel dat je die overal eigenlijk kan gebruiken. Hè. Dat is echt een meerwaarde. En ook de mensen, er zijn weinig mensen die hier komen die het bestaan ervan kennen of die hem al gedownload hebben. Dus ja. Jij wilt graag iets aanvullen. Ja. Er is een vraag voor mij. Of oudere mensen dat ook kunnen, dat swipen bijvoorbeeld. Het is echt heel erg eenvoudig. Het is vooral belangrijk dat je het stappenplan volgt. Stap 1, stap 2. Maar je moet niet onmiddellijk alles gaan. Het houdt allemaal... Hou die stappenplannen ook kort en simpel. Stap 1, stap 2, stap 3. Waarom zei ik dat? Kort en simpel.
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen dat dan ook begrijpen, hè? Die korte zinnetjes. Doven en het Nederlands, we hebben daar wel een kennis van, maar hè, het is toch anders. Maar ook mensen die minder slim zijn, kunnen dat dan gebruiken. Het is echt toegankelijk dan voor iedereen. Het biedt een grotere toegankelijkheid. En mensen die slim genoeg zijn, ja, die begrijpen alles. Dus dan is het al eenvoudig. Maar zorg dat iedereen welkom is en dat voor iedereen toegankelijk is. Dat is toch wel belangrijk voor mij. En hebben jullie tijdens het maken van de tours ook MS laten testen door een testpubliek van verschillende mensen, leeftijden en dergelijke? Je bedoelt de visiotour? Ja. Nee, dat heeft Gerrie nagekeken. Dat was echt midden eerste lockdown. Hè. Dat was april 2020. Ik ben hier op Ladeuze geplein geweest toen, er was niemand. Dus nee, we hebben dat niet kunnen laten testen. Nee. We hadden eigenlijk... We nemen eigenlijk dit jaar eigenlijk een beetje als testperiode. Ja, maar er zijn nog niet veel dove mensen langsgekomen. Dus ik mijn volgende vraag in zin... Is, hè? Lief? Dat nog niet bekend is. Ja. Oh ja, mijn volgende vraag ging zijn, hebben jullie al valkuilen ontdekt bij het maken van de visiotour? Maar als er nog heel weinig mensen het nog niet echt getest hebben, is dat misschien wel moeilijk om daar nu al op te antwoorden. Dat je tips kan meegeven, hoe dat je de mensen hier in de meeting het in de toekomst kunnen aanpakken. Ik kijk naar Gerrie, hij zegt ook valkuilen. Wat bedoelt u juist met valkuilen? De manier van communiceren in de app zelf bijvoorbeeld, of de manier dat bepaalde beacons zijn gekozen, dat je moet opletten voor, of, dat maakt eigenlijk... Maar die beacons, dat merk je niet, hè. Je passeert daar en ja, de informatie popt op, dus je moet zelf op niks duwen of klikken, of het verschijnt gewoon, hè. Ja, dat is wel het handige eraan, hè. Ja. Ik zie dat Sophie nog een vraag heeft ook. Zij vraagt, is er ook een toepassing om een zoektocht toegankelijk te maken voor dit doelpubliek? Je bedoelt een zoektocht voor dove mensen? Ja, dat zal Sophie nu even in de chat zetten, of ze dat doet. Onder andere. Want wij hebben nu een zoektocht gemaakt, een familiezoektocht, dus voor kinderen. Maar dat lanceren we 1 juli. Dat werkt nu nog niet. Een familiezoektocht, ja, dat is superhandig. Dat is echt superhandig. Je kan gewoon met 1 account zoveel tours maken. Die familietour gaat bij ons niet met beacons zijn, maar eerder met het scannen van een fotootje. Dus het is een fotootje van een figuurtje dat we hebben uitgevonden. En telkens als ze dat fotootje scannen, komt er nieuwe informatie. Ook via de Erfgoed-app, ja. We horen je niet, Bo. Ja, dat is heel duidelijk. Die heeft het antwoord gekregen op haar vragen. En ik zie voor de rest dat er eigenlijk geen vragen meer zijn in de chat. Dus ik vermoed dat jullie een goede presentatie gegeven hebben waarin dat alles heel duidelijk was. Ik wil jullie heel graag bedanken. Hilde, Gerrie en ook Michel, om hier als tolk aanwezig te zijn en deze presentatie te geven. Ik denk dat de mensen meteen aan de slag kunnen hiermee. En ook bedankt natuurlijk aan het publiek. Jullie zijn geïnteresseerd blijkbaar in dit onderwerp, dus ik ben ook al wel benieuwd wat er hier dan effectief zal uitkomen, eventueel voor Open Monumentendag, wie weet. Dat hopen wij eigenlijk ook, dat er tegen Open Monumentendag, er zijn nu nog een aantal maanden, iedereen heeft nog een aantal maanden de tijd om dat te doen, dat kan. Dat is geen enkel probleem. Tegen 12 september kunnen er zeker 20 nieuwe visiotours bijkomen. Ja, inderdaad, hopelijk. Hè. Ik zie trouwens ook dat Luduna de Grijze hier ook aanwezig was van Doof Vlaanderen. Voor degene in de chat, Luduna is ook het aanspreekpunt geweest daar. Die zeker open staat om met jullie in overleg te gaan. Aan de deelnemers zeg ik nu nog dat er een evaluatieformulier op komst is, maar ook dat er op onze website al gauw de opnames van de andere sessies, dat die ook ter beschikking worden gezet. Dus jullie waren nu hier aanwezig, konden niet bij de andere sessies zijn, maar die zullen dus ook allemaal beschikbaar worden gemaakt
zodat jullie ook die achteraf nog kunnen bekijken. Voilà, dan denk ik dat we hier kunnen afsluiten. Heel erg bedankt dat iedereen aanwezig was. En dan wens ik jullie nog een fijne avond, namiddag. Dus dankjewel.